De Zwanburgroute is een wandelroute die de gemeente Warmond, destijds de gemeente Warmond, in 2004 heeft ingericht. En dan kan je binnen de gemeente een soort rondje lopen over de Zwanburgerpolder. Daarom heet hij natuurlijk zo. En dat is echt een polder, een eiland waar geboerd wordt. En daar moet je natuurlijk naartoe met een bootje, met een schip. En dat doen wij met een groep vrijwilligers met de Heren Schouten. Waarom zou ik met jullie naar de overkant moeten gaan? Nou ja, het is natuurlijk zo dat als je met ons niet meegaat, dan kan je er niet komen. En voor de rest is het een polder waar je echt een keertje naartoe moet als je hier in dit gebied woont. Het is tenslotte een ontzettend druk gebied en hier is het een soort paradijs van rust, vogels, koeien, jonge koeien. Je kunt heerlijk over het weiland lopen, je hebt uitzichten. Het is fantastisch, de ganzen die zijn er altijd aanwezig. Dus het is puur natuur, rustig wandelen, genieten van water en weiland. Ik zie een heel bijzonder veerbootje liggen. Wat is dat nou precies voor boot? Het is in de volksmond een notarisboot. En dat betekent dat een boot die, waar vroeger de notaris mee naar de boeren ging. Gebouwd in 1908, dus echt behoorlijk oud. Een paar keer gerestaureerd. En wordt door 26 schippers gevaren. En daar kunnen circa 12 mensen kunnen mee, die zetten we over. En die halen we weer uit de polder. Het schijnt dat jullie een maxima plekje aan boord hebben. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat is een bijzonder plekje. Dat vertellen we ook altijd aan de mensen die met ons meevaren. Het is zo dat koningin Maxima met de Heren Schouten is meegevaren om kennis te maken met Nederland op het water. Dus tijdens haar kennismakingsperiode heeft zij meegevaren. En zij heeft toen gezeten precies midden achterin onder het prachtige kroontje van de vlag.